Mijn naam is Siete Hamminga en ik ben directeur van Robin Radar Systems. Normaal radar ziet geen vogels, daar zijn ze te klein voor. Wij hebben software ontwikkeld om met relatief betaalbare radars toch hele kleine doelen te kunnen zien. In dit geval vogels. Mijn naam is Bart Straver, ik ben de manager van de afdeling birdcontrole hier op Schiphol. Een birdcontroller is eigenlijk de hele dag bezig op zoek naar vogels die zich in het landingsterrein bevinden en die zoveel mogelijk te verjagen. Afgelopen periode hebben we een proef gedaan samen met Schiphol. Die is succesvol verlopen. Daar hebben we van beide kanten heel veel van geleerd en er staat nu een prachtig systeem. Bij Robin Radar hebben we twee radarsystemen gecombineerd. Het horizontale radar brengt vogels in beeld tot op 10 kilometer afstand dag en nacht rondom. En dat combineren we met een verticaal radar die daar de hoogteinformatie aan toevoegt. Nou, op die manier creëer je dus een 3D beeld van waar de vogels zich bevinden. Nou, in de oude situatie moesten de birdcontrollers altijd zelf op zoek naar grote groepen vogels. Nou, met de komst van de radar krijgen ze die informatie eigenlijk gewoon op de tablet in de auto en hoeven ze zelf niet meer continu te zoeken. Maar het helpt ook bij analyse achteraf. Bijvoorbeeld habitat management, dat betekent de omgeving zo beïnvloeden zodat het zo min mogelijk attractief is voor vogels. De radar geeft de birdcontrollers veel meer informatie over vogelactiviteit in het landingsterrein en daardoor kunnen zij veel sneller reageren. Wij passen de technologie natuurlijk nu al toe bij de polderbaan en wij zijn druk bezig om dit verder te integreren in onze eigen operatie. Schiphol is een van de eerste luchthavens die op grote schaal radar inzetten en daarmee lopen we absoluut voor op de rest van de wereld. Dat betekent ook dat afgelopen jaar zijn er meer dan 20 luchthavens komen kijken naar dit systeem hier achter mij over hoe dat werkt en om daarvan te leren voor toepassing op hun eigen luchthavens.